hartelijk welkom bij Ronde Reizen. En nog steeds deze week de gast Frank Oostdam, de directeur van de ANVR. Frank, we zijn gisteren in Maleisië geweest. Ja. Hè? We zijn nu weer terug in Europa. Ja. Want jij wilde ons meenemen naar Midden-Portugal. Ja. Ja. Waarom wilde je daar naartoe? Portugal is natuurlijk een bekend vakantieland. En mensen kennen ongetwijfeld Lissabon en Porto. Prachtige steden. Zeker. Moet je ook vooral naartoe. Maar als je nou eens een keer naar een gebied wil wat minder bezocht is, maar toch echt prachtig is, dan zou ik Midden-Portugal doen. En ik ben daar denk ik 2 jaar geleden geweest. 2 keer al. Omdat het toch een beetje mijn hart gestolen heeft. En het is een geweldige regio. Met heel veel wijnvelden. Dus je kan er prachtige wijnen drinken. Je kan er heerlijk eten. En je kan er fantastische dingen zien. Zonder dat je nou heel veel andere mensen tegenkomt. Ja. Ik hoor wel een paar dingen in jouw verhaal altijd terugkomen. Ja, heerlijk eten en heerlijk drinken. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Dat snap ik. Ja. Maar goed, vertel me. Ja. Waar zijn we hier? Kijk, als je dus op Portugal vliegt. En dan kom je of Porto of Lissabon. Ja. Die moet je zeker zien. En dan rij je door. Faro natuurlijk. Ja, ook, Faro. Ja, precies. Faro ook. Maar dan rij je door. En dan ga je naar midden van Portugal. En dan kom je in Aveiro uit. En Aveiro noemen ze het Venetië van Portugal. Okay. Prachtig klein dorpje. Het keramisch centrum van Portugal. Mm-hmm. Voor heel veel keramiek nog gebakken. Zie je ook overal terug. Je hebt er heel veel mooie lagunes waar heel veel mineralen zijn en klei en heel veel wit zand. Dat heb je nodig voor keramiek. Mm-hmm. En dan maken ze de meest mooie dingen wel. Maar je ook dus kanalen, zo te zien. En je kan er dus inderdaad rondvaart boeken. En dan kan je door die kanalen varen. En door wat zoutwaters heen, watermeren heen. En het is echt hartstikke leuk. Het is voor een dag is het heel mooi. En dat moet je dan als standplaats pakken. En vervolgens ga je de omgeving in. Ja. En dan is het een omgeving van heuvels, bergjes. Niet zo lieflijk, maar vrij wild wel. Maar waar je heerlijk kunt lopen met dit soort verstilde kapelletjes. Prachtige kastelen kom je tegen. Hele mooie huizen. En je kan er wandelen zonder dat je daar iemand tegenkomt. Ja, want dat was wat jij deed. Je hebt een route gemaakt. Ja, ik heb de Serra de Estrela gelopen. En dat zie je inderdaad, de Serra de Estrela. En dat is een pad wat je, in ieder geval, het duurt 7 dagen. Je loopt dan van plek naar plek, stad naar stad. Wordt je bagage dan getransporteerd dat hoeft, of niet? Dat kan. Er zijn reisorganisaties die dat doen. We hebben dat niet gedaan, we hebben het gewoon zelf gedaan. Zoveel hadden we niet bij ons. Nee. En we zijn van hotel naar hotel gelopen, van herberg naar herberg. Ja. En dan kom je echt in dorpjes terecht waar zelden iemand komt, omdat er niet zo heel mensen zijn dit soort dorpjes. Yeah. En het is zo prachtig om daar rond te lopen en dan de lokale bevolking te kunnen zien en te zien. En daar af en toe een enkel woordje mee te wisselen, want zoveel Engels praten ze niet. Maar als je het hebt over een nog niet ontgonnen gebied waar je eigenlijk een soort pionier bent, is dit toch wel echt een mooi gebied om aan te doen. Dit soort plekken ook. Ik ben ook nog in Coimbra geweest. Daar heb ik geen foto van, maar dat was ook deel van die rondreis. Coimbra, een studentenstad. Ook de hoofdstad van Midden-Portugal, zeg maar. Daar staat ook de oudste universiteit van Portugal. En een van de oudste universiteiten in de wereld. Met een magistrale bibliotheek. Echt een bibliotheek uit 1300. Van boeken houdt. Het is een lust voor het oog om daar rond te lopen. Jouw historische hart. Ja. Het sloeg over een paar keer. Ja. Daar is eigenlijk ook de studentenfado ontstaan. Hè. Je hebt allerlei soorten variaties van fado. En daar wordt de studentenfado gezongen door alleen studenten die in een zwart kostuum rondlopen. Zo ontzettend bijzonder. Yeah. Leuk om dat een keer mee te maken. Is het daar nou ook zo dat die dorpen, omdat het binnenland is, leeglopen? Ja. Zeg maar, dat de jongeren dan naar de grotere steden trekken? Zonder meer. Los van het feit dat ze het natuurlijk economisch de afgelopen jaren hartstikke moeilijk hebben gehad. Ja. Dus je ziet sowieso dat de jongere bevolking wat meer naar het westen trekt. Of naar de grotere steden trekt. Je ziet inderdaad wat ontvolkte dorpen. Ja. Maar goed, als toerist, als vakantieganger is dat alleen maar mooi. Want je ziet gewoon, zoals het vroeger was. Ja. Ik vond het echt heel mooi om mee te maken. En wat is nou een goede periode om dit te doen, vind jij? Eigenlijk kan je dit het hele jaar door. Ja. Ik zou het niet in de winter doen. Want je hebt daar 1 hoge berg, die we ook nog hebben aangedaan. Voor die regio hoog, 2200 meter, daar ligt dan sneeuw. Maar als je het vanaf het voorjaar tot het najaar doet, is het een prachtige omgeving. Want het is altijd redelijk goed weer, niet te heet. En nogmaals, als je er van wijn houdt, je hebt de Douro en de Alentejo wijnen en de Douro wijnen. Het is een prachtig gebied om ook dat soort dingen te doen. En ook weer slapen in mooie, mooie verbouwde
boerderijen. Het is echt, echt de moeite waard. Nu heb jij dit te voet gedaan, hè? Ja. Maar je kunt dat op allerlei manieren doen. Je moet eigenlijk moet je wat de meeste doen. Vrienden van mij die ik daarover heb gesproken, die huurden ook een auto. Als je het hebt over een fly drive en je wil een week, anderhalve week is iets anders. Dan zou ik dat doen. Mm-hmm. Als je wat meer tijd hebt, dan is dat watgene wat wij hebben gedaan. Die zo'n rondwandeling maken ook mooi. Want dan ga je echt helemaal in die omgeving op. Ja, precies. Dat vind ik leuk, maar sommige mensen vinden dat wat minder. Ja. Huur dan een auto en rij daar rond. Want je hebt de Viseo en Figuera de Vos. En je hebt aan de kust op Nazaré. Dat zijn zulke mooie oude vissersplaatjes. En dan zit je aan de Atlantische kust. Je kan er heerlijk vis eten. Het is echt de moeite waard om te doen. Ik hoor alleen maar fantastische tips deze week al. En het is jammer, want het zit er al bijna op. Het is ook wel zonde eigenlijk. Ja, maar ik heb nog een mooie. Oh, je hebt nog een hele mooie. Ja. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ja. U hoort het, dat was het voor nu. Maar morgen hebben we nog een hele bijzondere bestemming van Frank Oostdam. Dus ik zou zeggen, morgen kijken.